VBRO nodigt artiesten uit Vlaanderen en Nederland uit in de Radioclub. Dag beste fans, ik ben Ori, jullie kennen mij wel. Ik ben hier bij de VBRO. Ik kom er mijn nieuwe single Maak Me Blij voorstellen. Jullie hebben hem ongetwijfeld al gehoord hier op de VBR Radio of op andere radiozenders in het land. Ik hoop er met jullie nog een fantastisch voorjaar en een hele toffe zomer van te maken. Er komt ook een nieuwe single uit en ik hoop dat we elkaar nog vaak zullen zien dit jaar bij vele optredens. Ik kijk er alvast ongelooflijk naar uit. Lieve meid, ik zal je wat vertellen. Versieren is niet echt mijn sterkste kant. Maar desondanks wil ik jou toch voorspellen. Straks lopen wij te samen hand in hand. Ik weet het klinkt wat melig, ik weet het overspelig. Maar kom nu mee en maak me blij. Maak me... Bij ons vanmiddag in de VBRO Radioclub Ori. Ja, Ori, je wordt heel vaak aangevraagd bij ons, bij VBRO, met je eerste liedje, Met Mijn Hoofd in de Wolken. Heb je dat zo gevoeld, dat daar heel wat rond leeft, rond dat nummer? Wel, ik heb toch heel veel positieve reacties gehad op het nummer. Het was mijn debuutsingle en er was eigenlijk ook heel veel vraag naar een single. Hè. Op vele optredentjes was het, Ori, wanneer breng je zelf een eigen single uit of je bent er toch klaar voor? En ik heb dan het geluk gehad om Rudy Meins te leren kennen in Gent, in een optreden in Gent. En op die manier is de bal aan het rollen gegaan. Hij heeft mij in contact gebracht met mijn producer. En voilà, al gauw was er een debuutsingle uit, vorige zomer. En ondertussen gaat die carrière maar verder. Heb je ondertussen al 3 platen uit. De nieuwe single is Maak Me Blij. En je wordt er ook blij van, hè? Het is de bedoeling. Het is de bedoeling om de ramen open te gooien en de lente binnen te laten. Maak me blij. En al wat de lentekriebels binnen te laten voor een mooie zomer, hopelijk die komt. Met andere woorden, het gaat eigenlijk heel vlug voor Ori. Hè? Na 1 jaar al 3 singles uit. Zijn er dan misschien ook plannen om volgend jaar ergens eens een album te maken met allemaal leuke liedjes van Ori? Well, dat zou wel absoluut fantastisch zijn. Maar we beginnen toch stap voor stap naar een full CD te gaan, nummer per nummer. En zo hopen we uiteraard verder te doen en met een mooie full CD uit te komen volgend jaar. Voor de luisteraars van VBRO, waar kunnen zij meer informatie vinden over jou? Waar kunnen ze jou volgen? Wel, ze kunnen mij volgen op Facebook. Er is ook de website waar de Facebook-link op staat, ori.eu. En daar staat al informatie op, alle weetjes. En kun je ook vriend worden van mij op Facebook. Meer videoreportages kan je bekijken via onze Facebookpagina.